Welkom bij een nieuwe video. En in deze video is het alweer aflevering 2 van Wie is de Mol. En in deze aflevering video ga ik natuurlijk hele leuke hints en theorieën bespreken naar de mol. Uh, zo heb ik een verborgen hint gevonden naar Soi. Zijn er kandidaten die twijfelen om in een busje te stappen? En is er een kandidaat waar letterlijk mijn broek van afzakte? Ook is er wat apart aan dit seizoen, want we hebben tot nu toe nog geen penningmeester en fysiek geld gezien, wat ik heel erg raar vind, want aangezien we dat eigenlijk altijd wel hebben. Nou ja, deze drie hints hoor je sowieso in deze video. Uh, en vergeet voor ook niet te abonneren, dus laten we beginnen met aflevering 2 van Wie is de Mol? Nou, dan beginnen we bij opdracht 1 en dit was natuurlijk de opdracht uh, waarin Sarah terug kon komen onder andere. Uh, maar als mol weet je dat deze opdracht best wel heel erg moeilijk is. Uh, dus kan je best wel inschatten van oké, okay, als we gewoon laag, weinig geld verdienen, dan uh, gaat het wel goed komen. Uh, en de MOL die zou er ook niet op rekenen om Sarah terug te willen winnen, om het zo maar even te zeggen. Want Sarah heeft natuurlijk nu extra informatie. Ze wist op wie ze niet moest inzetten op de test. Uh, ze is er natuurlijk al uitgegaan als kandidaat, zijnde. Dus alle andere kandidaten zouden haar ook sneller vertrouwen. Uh, ook omdat zij natuurlijk extra informatie heeft. En dat is voor de MOL weer een grotere kans om ontmaskerd te worden. Dus als mol zijnde zou je Sarah in deze opdracht niet terug willen brengen en dus eigenlijk zo laag mogelijk geld te halen. En het liefst nog onder die uh, 15 1500, uh, want dan krijg je Sarah er natuurlijk nooit in. Dan gaat het al meteen mis bij het verdelen van de brankaars. want het team van Nabil, Aniek en uh, Soy nemen twee brankaars mee. Nou, dan zet je natuurlijk één team buitenspel, want er waren drie brankaars en drie teams. Heel erg apart natuurlijk. Nou ja, Nabil die bedenkt dus om twee van die brancarijers mee te nemen. Uh, Aniek die moedigt het iets te fanatiek aan. Dat je zegt van oké, okay, apart. En Soyee die kan gewoon alleen maar zijn lach inhouden en kijkt een beetje verdacht om zich heen. Ik weet het niet, maar ik verdrouw deze drie niet zo heel erg. Dan blijven we nog even bij Soy in deze opdracht, want hij doet namelijk nog iets anders verdacht. Op het moment wanneer hij het diemland heeft met al die balletjes erop, begint hij heel hard te rennen en kijkt hij steeds achter zich. Uh, zou hij de kandidaat in de gaten houden hier zo? Is dit misschien een begin van een molactie, dat hij zich achter zich kijkt om te kijken of de kandidaten dicht bij hem zijn en misschien wat balletjes weg kan gooien? Uh, ik vind het in ieder geval heel erg apart, want de rest van de kandidaten waren allemaal heel erg gefocust op hun dienblad. Want ze wouden niet dat die balletjes wegrolden. En Zoe die kijkt gewoon heel gelukkig achter zich om. Ik vind het raar. Dan blijven we nog steeds even bij Zoe, maar deze keer met Nabil. Zij lieten zich natuurlijk één keer zien door een drone. En veel mensen zagen dit als Molactie, zoals ze ook zeiden in Moltak. maar ik denk eerder dat dit gewoon echt een kandidatenactie is. Zo kan je doorblijven met het spel en alsnog wat extra geld verdienen. En je hebt toch een extra leven, en als je die aan het eind van de opdracht niet gebruikt, zou het een beetje zonde zijn. Ik vind het eigenlijk best wel een goede kandidatenmindset. Nog iemand anders die mij opviel in deze opdracht, want mijn broek zakte er bijna van af, zoals ik in het begin van de video zei. Ja, dat slaat natuurlijk op Sander. Uh, zijn broek viel opeens uit, wat op zich best wel apart is, want. Je broek hoort gewoon goed te zitten vaak. Uh, dit zou natuurlijk een klassieke molactie kunnen zijn van tijd de onderhandige kandidaat hangen. Maar ik weet niet of je dat precies in deze opdracht zou willen. Ik vond het in ieder geval heel erg apart. Tussen opdracht 1 en 2 kwam natuurlijk het bondje van Daniel en Anke. Uh, heel erg leuk dat we al in aflevering 2 een bondje hebben. En ze spreken af om te vertellen op wie ze zitten. En dus als er eentje uitvliegt, dan weten ze de ander waar ze dan niet op moeten stemmen. Op zich best wel handig, want een mol die wil vaak ook kijken hoe liggen ze in de groep en dat soort dingetjes. Uh, en ik vond het ook wel mooi wat uh, Jeroen zei in Moltak. Die zei: De mol weet natuurlijk wat er in uh, aankomende aflevering komen. Is Daniel, die hier het initiatief neemt, alvast zich aan het voorbereiden voor de volgende aflevering? Ik vond het een goede, dus ik ga het zeker in de gaten houden. Vlak voordat ze beginnen met opdracht 2 moeten ze natuurlijk in die busjes gaan zitten. En dit bepaalt ook in welke groep jij zit bij de volgende opdracht. Wat me hier dan opvalt is dat er gewoon twee meiden al meteen in het eerste busje stappen, behalve Sander en Nabil. Zij bleven nog even staan. Het lijkt wel alsof ze. Keuzestress hebben op welk busje ze willen gaan zitten. Als mol weet je natuurlijk al dat de opdracht nu al begonnen is en dit uiteindelijk de groepen worden. Dus misschien zitten ze even af te wachten in welk busje ze stappen. In deze opdracht had je natuurlijk twee groepen: de groep in de propwinkel en de groep bij de muurschilderijen. Wat zou je hier nou als mol willen? Ik denk dat je toch liever in de groep van de propwinkel zit, omdat je als je een slecht voorbeeld doorstuurt, er ook een slechte foto terugkomt of een foute foto. Nou ja, dat wil je natuurlijk, want dan is er geen geld. Ook leg Rick natuurlijk uit dat er een letterbox is waar ze gebruik van kunnen maken. Hier stond natuurlijk heel groot mol bij. Dit kan natuurlijk een hintje zijn. Maar wat ik vooral raar vond, is dat ze de letterbox eigenlijk nauwelijks hebben gebruikt. Ze hebben hem alleen voor US gebruikt. En zelfs die foto was verkeerd. Dus ik vind het heel erg apart, want je kan nog best wel wat dingetjes spellen, dacht ik. Dan blijven we even in de propwinkel. Maar even goed opletten, want dit wordt een ingewikkelde. Want ik heb het een verborgen hint naar sooi gevonden. In de opdracht vond natuurlijk Renomi deze pop waar ze uiteindelijk het man met het rode hoedje van maakte. Uh, en Jurre die sleepte hem mee. Maar eerder zagen we al Renomi zoeken naar andere dingetjes. En toen zagen we deze pop op de achtergrond staan. Hier zo had hij nog steeds dat rode hoedje op. Maar op dat hoedje zat een kroon. Apart, want wie doet een hoedje op een kroon? Nou ja. Ook heeft, zien we deze pop al in een tussenshot als een soort... Overgangstukje waar hij ook die rode hoedje met die kroon op heeft. Apart natuurlijk, maar dit hebben ze gefilmd voordat Renomi die pop heeft gevonden. Want Renomi kan misschien die kroon weggehaald hebben of dat soort dingen. Uh, heel erg ingewikkeld klinkt het, maar de regie heeft dus expres dat die pop met dat rode hoedje en die kroon gefilmd. Uh, wat misschien weer een verborgen hint zou kunnen zijn naar Soi Kroon. Ik vind hem ingewikkeld, maar ik denk wel dat het echt een goede verborgen hint zou kunnen zijn. Dan gaan we naar de groep bij de uh, muurschilderingen... en die de foto's moesten maken. En ja, ik kom toch weer even terug op Zoi... want hij stuurde samen met de kandidaat Fraukje... die natuurlijk helaas naar huis moest... veel foute foto's op. Hij maakt ook snel foto's... Uh, en overlegt niet echt met de andere twee kandidaten... wat natuurlijk vrij apart is. Uh, je zou natuurlijk denken... dit is zo duidelijk in beeld gebracht... dat het geen molactie is. Maar ik vind Zoi ook wel zo'n persoon... die gewoon een soort Jan versteegmolactie molactie probeert te doen. Dus echt veel lef laat zien... En gewoon openlijk, openlijk mol. En laten zien van hé, hey, ik ben gewoon de mol. Alleen niemand die denkt natuurlijk dat dat een molactie is, omdat je de molacties nooit ziet. Dus ik ga zo echt wel goed in de gaten houden. Dan kijken we nog even wie het wel goed heeft gedaan in deze opdracht. En dat is Daniel. Vrij aan het begin van deze opdracht maakte hij natuurlijk uh, de enigste goede foto. Uh, en als mol zijn zou je dit natuurlijk niet zo heel erg doen. Ook vond ik dat hij in andere opdrachten best wel fanatiek is en veel geld wil verdienen. Uh, ik denk dat dit echt wel een goede kandidaat is die ver kan komen en ook veel geld gaat verdienen. Dan gaan we door naar de test en executie. En hier moesten we helaas afscheid nemen van vrouwtje. Ik vond het een hele gezellige en actieve kandidaat vooral. Maar we kunnen natuurlijk hier nog wel wat informatie uit halen. Zo zat zij met haar test op Nabil, Renomi en Jurre. En heeft ze dus bepaalde vragen fout ingevuld. Ik ben even gaan kijken naar wat voor vragen er misschien in de test zou kunnen komen. Bijvoorbeeld in welke groep zat de mol? Bij de propshop of bij de Muurschildering. Nu zat toevallig al deze drie bij de propshop. Of ze hadden een vraag geantwoord met wie is er uh, Wie is er gezien door een drone? Uh, is de mol gezien door een drone? Dat zou de vraag zijn. En hier heeft ze dan waarschijnlijk ook ja op ingevuld. Dus je kan dus stellen dat de mol uh, bij de muurschilderingen zaten en niet is afgeschoten. Nou, dan blijft het groepje best wel klein over. We moeten alleen nog even uitvogelen wie deze personen nou zijn. Uh, en er viel me nog iets op tijdens de executie, uh, want Soy die zat weer met zijn handen voor zijn gezicht en moest bijna weer zijn glimlach wegwerken. Nou, dat zagen we vorige week natuurlijk ook al. Ik vind het gewoon weer apart. Dan gaan we natuurlijk ook nog even naar de reacties van de vorige aflevering. Jullie mogen ook weer hints en tips in deze reacties zetten. Maar ik had er eentje van Sta Steven. En ik weet dat hij altijd best wel goed is met zijn theorieën. Dus ik wil hem graag meenemen. Hij heeft namelijk een hele lange uitleg gegeven over dat er misschien beelden zijn veranderd of dubbel zijn gebruikt op het moment dat Aniek een toon moest vasthouden. Nou ja, kijk vooral zijn reactie in de vorige video. Want het is best wel een goede hint. Dan heb ik ook nog eentje van Gerda. Zij zegt namelijk uh, dat uh, Sander, die heeft het bij de Gulden Middenweg, bij de eerste opdracht in die boxen heeft hij het over piekies verdiend. Uh, dit is natuurlijk een apart woord, maar vroeger was een gulden een piek. Dus is dit misschien weer een, een middenweg naar de naam van de opdracht, de Gulden Middenweg. Uh, ik vind het best wel mooi. Dan ga ik natuurlijk zelf ook nog mijn eigen punten inzetten. En ik vond in deze opdracht... Aflevering echt best wel wat mensen heel erg verdacht. Met name zit ik bijna al in een tunnel. Ik wil het nog geen tunnel noemen, maar ik vind Zoey toch echt een van de meest verdachte En aangezien ik 400 punten heb, zet ik 200 punten op hem, dus de helft. A. Dan vind ik voor de rest Renomi ook best wel verdacht, ook omdat ze niet zoveel in deze aflevering voorgekomen is. En Nabil, die krijgt de laatste 100 punten, dus dat zijn weer mijn 400 punten alweer. Uh, voor deze aflevering. Vergeet ook vooral maandag niet de testvraag uh, in te vullen. Want deze is maar 48 uur online. Uh, en daar kan je gewoon 500 punten mee verdienen als je die goed hebt. Dus vonden jullie het een leuke video? Zet natuurlijk een vette leuke reactie onder de video. Of heb je nog een hint of theorie die ik vergeten ben in deze video? Zet die vooral ook in de reacties onder deze video. Uh... Kut, ik ben gewoon mijn outro vergeten. Wat was mijn outro nou? Wat is dit echt? Leuk video. Doe ze wel leuk. Ik ben dat gewoon compleet vergeten. En doe ook nog een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op het kanaal. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doeg!